Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij de Allemaal Draadjes podcast. Welkom iedereen, het is vandaag... eens kijken. 22 augustus, dinsdag 22 augustus. En ja, ik ben er eventjes tussenuit geweest. Ik ben op vakantie geweest. Daarover vertel ik straks nog wel eventjes wat. Het was eigenlijk mijn planning om op vakantie ook een podcast op te nemen, maar ik was mijn statief vergeten en ik wist het eigenlijk ook wel dat het daar moeilijk zou zijn, want zowel het internet als de wifi is daar niet zo optimaal op de camping. Maar ik heb wel wat beelden gemaakt. Ik heb ook wel wat dingen op Instagram gepost. Normaal gezien staan die bij de hoogtepunten van de vakantie. Dus als je een beetje wil weten wat ik gedaan heb deze vakantie, dan kan je daar nog altijd even gaan kijken. Oké. Ik had ook plannen om veel te handwerken. Ik had dus ook een heel aantal projecten bij. Maar ik heb uiteindelijk maar aan twee dingen gewerkt. Nu, ik heb eigenlijk wel best veel gedaan. Meestal doe ik toch iets minder op vakantie. Maar dit jaar heb ik heel veel tijd gehad om te breien. We hebben veel gedaan met gezin. Ja, we hebben ook wel wat dingen gedaan met gezin. Niet echt uitstapjes, maar gewoon veel gezwommen, veel spelletjes gespeeld. Het was ook gewoon heel warm. Maar ik had de ideale projecten bij. Nu, de eerste 3 dagen, denk ik, dat we er waren, was het heel zonnig, maar er was echt een hele koude noorderwind, waardoor vooral 's avonds de temperatuur niet zo hoog was. En ik had iets heel slim meegepakt. Dat was mijn wollen treista-trui. Maar die is gebreid met... dat is eigenlijk geen maar. Het is gebreid met de Loch Lomond. Van BC Garn, denk ik. En dat is een heel fijn garen om mee te breien. Een heel fijn garen om te dragen. Het is een beetje ruwer, maar ik vind zelf niet dat het prikt. Maar het is vrij kwetsbaar garen. En zoals op de kwetsbare plekken onder... Ja, de kwetsbare plekken in kleding. En dat is dan bij mij vooral onder de armen. Kan je die dus wel hebben. Het is ook niet dat die trui zo aanspannend zit, maar ja, dat garen kan gewoon... Ja, ik heb de indruk dat dat niet zo heel veel kan hebben. Ook de andere kant heb ik al... zaten ook al wat gaten in, dus heb ik ook al een beetje moeten repareren. En deze kant nu dus ook. Dus dat is nog een werkje dat op mij te wachten ligt. Gelukkig toen ik het zag, was eigenlijk de laatste koude avond. Want vanaf dan hadden we echt avonden van 2, 23 graden. Ideaal eigenlijk. Hè. In de dag was het heel warm. 7, 38 graden. Maar we hebben heel veel in het water gezeten. Ja, ik ben ondertussen aan het proberen die trui op te plooien. Maar ik ben niet zo'n goede plooier. Ik plooi veel, maar ik ben er niet zo goed in. Dus was s'avonds eigenlijk, was daar eigenlijk ideaal. Nu is het daar op dit moment, is het daar rond de 40 graden. Ik ben eigenlijk blij dat we thuis zijn. En rond 11 uur s'avonds is het nog altijd boven de 30 graden. Dat hebben wij niet gehad zo'n weer. Het koelde eigenlijk s'nachts altijd lekker af, zodanig dat je goed kon slapen. Dus ideaal. Al was het net te warm om uitstappen te doen, maar mijn kinderen doen dat toch niet zo graag. Dus, maakt niet uit. Maar straks vertel ik meer. Oké, dus dat is een werkje dat op mij ligt zitten wachten. Nu, wat heb ik gedaan? Ik heb ook heel veel in de auto gebreid als we heen gingen. We rijden meestal in 2 dagen heen. Op zich is het niet zo ver, 1000 kilometer. Maar omdat als we aankomen, moeten we heel de caravan, voortent, tenten, luchtmatrassen uitlaaien. Auto uitlaaien, caravan inlaaien, caravan ook uitlaaien eerst. En ja, gedoe waar je toch wel een beetje tijd mee kwijt bent. En dan is het
vooral voor mijn man wel aangenaam om een beetje fris aan te komen. Daarom dat we in 2 dagen rijden. Terug doen we altijd in 1 dag. Maar dat maakt dat ik wel wat breitijd in de auto heb gehad. Ik heb ook nog wat extra breitijd gehad tijdens onze reis, omdat we een probleem hadden met de auto. Dus die moest even naar de garage. Maar straks niet. Dus waaraan heb ik zitten breien? En dat zit vooral hierin, in mijn patchwork tas. En hier zitten heel veel bolletjes. Zou ik dat zo kunnen laten zien? Hier zitten heel veel bolletjes. Zelf, of toch handgesponnen garens in. Ze zijn niet allemaal door mij zelf gesponnen. En die gebruik ik voor mijn pinwheel blanket. En dat moet ik nog even pakken. En ik heb zelfs 4 vierkanten kunnen maken. Niet allemaal echt op vakantie, ongeveer 3 en een klein beetje, maar ik heb vanmorgen de 4e afgemaakt. Dus ik zal ze jullie even laten zien. Deze was de laatste. Ik brei het op naald 4,5. Voor sommige draadjes is dat een beetje te dik, voor anderen is dat net te dun. Maar dat is niet erg. Bijvoorbeeld dit draadje is echt wel veel dikker. En deze is veel fijner, daar zie je ook een beetje door. Ja, dus er zit wel wat variatie in de dikte. Dan heb ik nog deze. Deze is een heel dik, stug stukje. De rest is een beetje soepeler. Dan heb ik ook, kijk, dat ik de voorkant laat zien aan jullie. Ja, deze. Nu, je ziet, zoals hier bijvoorbeeld, dat ik 2 verschillende draadjes heb gebruikt. Ik ga ze biedt uitleggen waarom dat is. En hier bijvoorbeeld heb je dat ook. Heb ik ook 2 verschillende draadjes gebruikt. En hier, waar ik het vasthoud, ook. Deze 4 vierkanten heb ik gebreid. En dan moet ik eigenlijk nog eens een keer kijken hoeveel ik er al heb. Ik moet deze ook nog wassen, draadjes wegwerken. Maar ik moet eigenlijk eens kijken hoeveel ik er al heb, om te weten hoeveel ik er nog moet maken. Maar ik denk dat dat echt een heerlijk deken gaat worden. Allemaal handgesponnen, dus zo lekker. Weet je, handgesponnen draadjes zijn zo lekker squishy. Zo lekker. En zeker in die ribbelsteek. Wordt dat nog eens erger. Nu, waarom heb ik bij sommige, bijvoorbeeld hier ook, 2 verschillende draadjes gebruikt? Omdat ik op den duur allemaal hele kleine stukjes kreeg. Zoals deze. Ik heb die trouwens vastgezet met een schuifspeltje. Ik ga de camera scherp stellen. Ja, hier zie je het speltje goed zitten. Dat heb ik met al mijn bolletjes gedaan. Hier is ook nog een klein stukje. Ook nog een heel klein stukje. Want daarvoor had ik die niet vastgezet. En wat kreeg je dan? Dat alles gigantisch in de knoop geraakte. Dus hier is ook nog eerder een klein stukje. Deze is ook nog een heel mini stukje. Ja, en als je dan een bolletje pakte, moest je dat eerst helemaal ontwarren. En dat is... ik ben eigenlijk 2 verhalen doorheen aan het vertellen. Sorry. Dus ik ga opnieuw. Hè. Ik zet mijn bolletjes vast met een schuifspeltje, omdat anders al die draadjes in de war geraken. En dat is niet fijn om mee te werken. En ik had heel veel van die kleine bolletjes. Hier heb ik er ook nog een deel die ik jullie al heb laten zien. En ik merkte als ik begon te breien, dat ik elke keer de grote bollen pakte. Met gevolg dat ik eigenlijk vierkanten kreeg waarin een beetje wat dezelfde kleuren terugkwamen. Dus nu heb ik een nieuw systeem. Ik pak uit deze tas een bolletje.
En hier, zoals je ziet, werken de schuifspeldjes ook niet altijd feilloos. Dus ik heb een bolletje. En ik brei daar een driehoekje mee. En dan gaat dat bolletje in dit mandje. Ja, dat is een mandje. In dit mandje. Heb ik een nieuw draadje nodig, dan pak ik weer een bolletje uit mijn tas. En ik brei daarmee verder. Ik brei altijd maximum een driehoek. Is mijn driehoek niet klaar, dan brei ik gewoon verder met het volgende bolletje dat ik pak. Is dat een klein stukje, is dat een groot stukje, maakt mij niet uit. Ik grabbel gewoon en ik gebruik dat. Past de kleur erbij, past de kleur er niet bij. Het is toch al een gigantisch bont geval aan het worden. Dus dat vind ik niet zo erg. Ik zie dat ik mijn bol er terug in steek. Dus daarom krijg je nu vierkanten die twee kleurtjes hebben. Maar dat maakt dat ik eigenlijk ook al wel heel veel bolletjes heb op kunnen spinnen. Op kunnen breien. En gewoon dat het een deken zo vordert, stilletjes aan. Nu, dit was ook echt een ideaal werkje om op de camping rustig in de hitte, voetjes omhoog. De twee voorbije jaren had ik gemakkelijk hele opgezwollen enkels. Op zich is dat niet zo heel erg, blijkbaar. Maar als het terug kouder is, moest dat wel weggaan. Dat ging ook weg, dus ik maakte daar mij niet echt zorgen over. Maar het was wel vervelend. Dat is niet dat dat echt pijn doet, maar je voelt dat als je dan... Ja, als je moet stappen, dat die enkels zo'n beetje vastzitten, precies. Ik hield veel vocht bij. En hetgeen dat ik gemerkt had de voorbije jaren, dat goed hielp, was echt met mijn voetjes omhoog. En niet zelf in een stoel en je voeten gelijk. Allee, dat je je benen eigenlijk horizontaal legt. Maar echt je voeten even hoog of liefst zelfs nog iets hoger dan je hoofd. Waardoor dat vocht gemakkelijker weg kan. Nu, dit jaar had ik er gelukkig veel minder last van, maar ik probeerde toch twee keer op de dag in een lichtstoel te liggen. En wij hebben zo van die lichtstoelen. Ja, je gaat daarin liggen en je ligt zo in een V eigenlijk. Eerst zit je zo en dan kantelde je zelf en dan lig je eigenlijk in een V met je voeten hier en je hoofd hier. En je voeten liggen eigenlijk ongeveer op dezelfde hoogte als je hoofd, waardoor dat vocht beter weg kan. En dan bleef ik daar een half uur liggen ongeveer en had ik tijd om te breien. En zo heb ik wel ervoor kunnen zorgen dat ik geen dikke enkels kreeg. Wat dat toch wel aangenaam was. Dus zo. Het pinwheel blanket blijft een topper om aan te werken. Ondertussen een beetje rondkijken en breien. Zo'n gemakkelijk werkje en... Gaat ook echt heel snel. Ik verschiet er eigenlijk van hoeveel vierkantjes dat ik gedaan heb. Zo. En dan ben ik bezig geweest met een nieuw project. Oh, ik heb er nog niet genoeg, natuurlijk. En dat is de striata top van Isabel van Breibelly. Isabel van Elzen, denk ik dat ze heet. Een Belgische ontwerpster. Ze is nog niet zo heel lang bezig. Maar ze heeft toch al wel een aantal patronen. En ik heb nu heel erg het gevoel dat mijn camera niet recht staat. Wacht, hè. Dat is beter, hè. Ja. Dat is beter. Oké, beter zo. Dus de striata top van Isabel. En dat patroon is uitgekomen begin juli, denk ik. Begin van de vakantie. En toen ik het al zag, als de testnits bezig waren, dacht ik echt van... Ja, dat wil ik echt breien. Ik vond dat heel mooi. Het is een topje, een t-shirtje eigenlijk, met de broken rib stitch. Ja. Waardoor dat je zo echt kabels, zo banen krijgt. Maar omdat ze in de yoke meerdert, geeft dat echt een heel mooi effect eigenlijk. Ik heb daar ook voor in Ierland wol gekocht. Ik ga eens zien dat ik hem rap kan pakken. Ja, inderdaad. Ik had daarvoor wol gekocht en dat was deze wol. Een beetje paarsgrijzig. Ik heb dat in Dublin gekocht, maar het is eigenlijk van Kremke, dus het is eigenlijk Duits. Maar ja, kijk. De Lazy Linen.
dat breidt zo fijn. Dat is zo fijn garen. Amai, ik ben zo blij daarmee. Dat is lekker zacht, maar ook toch een beetje... Ja, een beetje rustiek. Het is niet zo'n glad garen. Het nadeel eraan is dat het vrij licht getwijnd is, heb ik het gevoel. Waardoor dat je moet wel goed zien dat je de vier draadjes mee hebt. Het is een fingering. Ja, fingering. Naalden 2-3 mm. Ja, het is eigenlijk 80% wol en 20% linnen. Het is geen merino, denk ik. Nee, maar het is wel heel zacht. Toen ik ermee aan het breien was ook, het was 37 graden, maar je had niet het gevoel dat zweette in je handen. Dus ik denk, nu niet voor 37 graden, maar voor een fijne lentedag, een warme lentedag of een koele zomerdag, gaat dat een perfect topje zijn. En ik wil het eigenlijk af dat ik het in september nog kan dragen, want het is ook echt iets dat ik voor het werk kan dragen. Ik ben er in de eerste week mee begonnen. En ik ga jullie al laten zien hoe ver ik ben. Kijk. Ik heb net gesplitst voor de mouwen. Ik ga eens kijken of ik het kan aanzwieren hier zo live voor de camera. En daar heb ik een speciaal tooltje voor. En dat is eigenlijk gewoon een Scooby-Doo. Ik weet dat ik daar ook speciaal draadjes voor heb, maar... Ik had deze liggen. Ik heb er zo twee, nog een fluo gele. En ik vind die kleur ook wel gemakkelijk. Want dan zie je hem goed zitten. En ik prik... Nu, voor dikke naalden werkt het niet. Hè? Ik denk dat... Ik brei dit nu op een 3,5. Wat dat ook maakt dat het breisel eigenlijk heel licht en luchtig is. Dus ik prik dat zo op mijn naalden. En dan moet ik geen schrik hebben... Trek ik zo'n beetje. Okay, en dan schuiven je steken daar mooi over. En dan kun je dat dus live op je podcast aanpassen. Je ziet, ik heb echt maar net voor de mouwen gesplitst. Ik heb één toertje daar net nog gebreid. Sorry voor de rare geluiden. Ik heb soms een rare geluidendrang. Ik had het nog niet gepast. Ik had het al wel gepast, maar nog niet na de splitsing voor de mouwen. Maar kijk. Ja. En ik vind de kleur... Ik ben nu natuurlijk... Ja. Voor mezelf heb ik het gevoel dat ik kei bruin zie. Maar als ik nu zo op de camera zie, dan denk ik... Ja, je ziet even bleek als anders joken. Maar wacht, hè. Ik ben effectief gebruind. Hè. Zie maar. Zie. Mijn horloge staat erin. Zo fier daarover. Nee, ik bruin niet echt. En ik vind dat eigenlijk ook helemaal niet zo erg. Vroeger was ik daar gigantisch ongelukkig over mijn witte benen in het voorjaar en in de zomer en in de herfst en altijd eigenlijk. Maar nu denk ik, kijk, dat is nu eenmaal, ja, dat hoort bij mij, dat is mijn vel. Je kunt niet, ja... Je ziet aan alles dat ik weinig pigment in mijn lijf heb, hè, dus... Maar ik vind wel dat deze kleur... Ik moet meestal heel erg opletten met lichte... Naturele tinten, omdat ik al heel weinig contrast heb in mijn gezicht. Licht haar, lichte wenkbrauwen, lichte ogen, heel lichte lippen. Als ik dan nog zo beige en wit en zo ga dragen, ja, dan val ik helemaal weg. Dus ik ga veel beter op wat fellere kleuren. Maar dit vind ik van natuurtint bij mij echt wel passen. En ik denk zelfs als ik iets bleker ga zijn... Ja, dat kan nog. Ik kan nog bleker zijn. Dat eigenlijk ook heel mooi gaat. Allee, dat eigenlijk ook wel goed gaat komen. Dus, ja, wacht. Zit ik nu... Ja, deze is nog de voorkant, hè? Ja. Kijk, ik vind die tekening die daarin komt, ik vind dat gewoon prachtig. Ik vind dat zo goed bedacht.
Echt, Isabel, als je zou kijken, ik weet het niet, maar ja, toen ik het zag, dan was ik er eigenlijk al helemaal verliefd op geworden. Ja. De kraag is een dubbelgevouwen kraag. Hij is niet helemaal hoe dat er moet zijn. Je ziet ook dat die lijntjes niet zo heel schoonrecht staan. Dat is een beetje schuin. Dus ze vallen zo'n beetje om. Ze hebben een beetje te veel aan de Franse wijn gezeten, denk ik. Maar ik ga het niet terug... Ik ga het niet terug... Hoe doe je dat eigenlijk? Je breidt in riep. Dan breid je één toer averecht, zodanig dat je een toer bultjes krijgt. Je plooit je kraag dubbel. En dan... kun je eigenlijk twee dingen doen. Ofwel naai je hem achteraf vast, maar dat zag ik helemaal niet zitten. Ofwel doen we met de twee needle bind-off. Maar dan niet echt afbinden, maar wel het principe. Maar je laat de steken op je naald staan. Ga je die twee randjes eigenlijk aan elkaar krijgen, aan elkaar breien. En dat heb ik gedaan. Nu, ik ben daar echt heel lang mee bezig geweest. Ik vond dat echt niet zo'n... Ik vond dat eigenlijk echt een piepjob. Het begint met een K. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die kraag wel... Ik vind dat qua afwerking is het wel heel mooi geworden. Dus, ik breid trouwens naar maat 4. Dat is de large. En het past. Nu, het is ook een t-shirtje dat niet te ruim mag zitten. En ik denk, als ik het zo zie, dat het eigenlijk perfect gaat zijn. Nu, die broken rib, dat rekt nog gigantisch uit. Maar ik denk, het is, als het te uitgerokken is, is het ook niet mooi. Oh, en ik wil het eigenlijk nu al niet meer uit doen. Dat is zo'n fijn ding. Maar ja, dan zit er zo met zo'n rare bult. Dat is het ook niet, hè. Dus ik ga het terug uitwringen. Niet uitwringen, maar uit proberen te doen. Live on camera. Maar misschien... Oké. Nu zit ik dus een beetje vast. Ik ga even pauzeren. En dat ding uit. Proberen te krijgen. Zo. Het ging nog iets vlotter dan dat ik dacht. En nu zie je dus dat vanachter eigenlijk alle steken op die draad staan. Waardoor dat je ja, een groot genoeg gat krijgt om je trui aan te passen. Nu... Ik denk de maximum dikte van naald dat ik voor deze kan gebruiken wel 4, misschien nog 4,5, maar dat denk ik niet, omdat het is eigenlijk een heel dun kabeltje, waardoor uw naald niet goed in het gatje past. Dus de striata top van Isabel, van Breibelly. En echt, ik vind deze echt fantastisch. Zo, dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ik mee bezig ben geweest. Ik kan even deze ook terug op zijn plekje leggen. Zo, pop. Zo. Ja, ik had ook nog wel wat andere dingen bij. Ik had mijn Hermoni socks bij. Mijn Steven West Contrast Blast sokken had ik niet meegenomen. Omdat ik dacht, dat is te veel op patroon kijken. En voor op een vakantie is dat wat te lastig. Had ik nog iets bij? Ik had nog wat haakspullen bij. Ik had wat verfspullen bij, alleen om te schilderen. Maar dat is er eigenlijk allemaal niet van gekomen. Maar dat is helemaal niet erg. Ik had echt wel niet heel veel bij. Gewoon één grote tas en nog wat kleinere tassen. Maar als je met een auto gaat, is dat minder een probleem. Dus ja, dat waren mijn projecten waar ik aan gewerkt heb. Dan had ik voor mijn vakantie garens geverfd. Ik had die al een klein beetje laten zien. En vandaag ga ik ze goed laten zien, omdat ik ga proberen of vandaag of morgenmiddag. Ik moet morgen wel terug gaan werken. Maar het is leuk werk. Nu komende 3 dagen gaan werken. Maar het is leuk werk. Zo die opstart van dat schooljaar is eigenlijk altijd tof. Maar ik ga jullie de strengen al laten zien. Ik hoop dat ik ze op de website kan zetten. Ik heb al foto's gemaakt. Oeh, goed bezig, Joke.
En ja, dus wil je mijn rolletjes in levende lijven zien? Dat kan binnenkort ook. Want 17 september sta ik op Marktistiek in Antwerpen. Nu, dat is toch de planning? Ik vind dat gigantisch spannend. Echt, ik ben nu eigenlijk al gigantisch in paniek aan het slagen van... Oh nee, wie zijn idee was dat nu weer? Ja, die van mezelf. Dus ik kan alleen maar kwaad zijn op mezelf. Ja, ik vind dat super spannend. Maar woont je in de buurt? Komt gerust eens af. Er gaan nog keiveel kraampjes zijn. Met allemaal handgemaakte dingen. Echt, ja... Heel veel verschillende dingen. Dat is wel leuk aan die markt. Ze letten er ook op. Wel op dat allemaal verschillende dingen zijn. Daar kunnen mijn rolletjes in levende lijven zien. Ziet je nu al eentje op de podcast en je denkt... Ja, die wil ik. Dan stuur mij via Instagram een berichtje. En dan kunnen we dat regelen. Ik moet ook nog een beetje nadenken over de prijs. Ik ben weer heel goed voorbereid. Eigenlijk ben ik helemaal geen ondernemer. Maar ja, dat is niet erg. Ja, dus ik ga ze nu te goed laten zien. En dan kan je op de website kijken. De eerste die ik heb... Ik heb er ook nog geen naam voor. Moeten eigenlijk wolletjes een naam hebben? Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Deze doet mij zo een beetje denken aan... Misschien is dat ook weer geen reclame, hè? Maar het doet mij er toch aan denken. Aan zo van die joggingpakken van de jaren 80. Als kind hadden wij dat. En deze doet mij eraan denken, maar op een positieve manier. Maar ik vind de kleurencombinatie super. Maar het is zo een joggingpakken kleurencombi. En dat zijn deze. Dus misschien ga ik die wel jogging noemen. Ja, dat is misschien wel een goed idee, jogging. Dat is zo live op podcast brainstormen. Hè. En waarom doet mij dat eraan denken? Daar zit ook... een beetje paars bij in. Ziet je dat? Maar het is vooral rood. En ik vind die eigenlijk echt heel mooi geworden. Ze zijn fel, maar subtiel. Op de een of andere manier vind ik ze toch subtiel. En een beetje joggingpakachtig. Oké. Dan had ik er nog... En die vind ik een beetje... Die zijn zo'n beetje dromerig. Ik denk... Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat deze een van mijn favorieten is. Maar dit, ja, dat is eigenlijk ook niet waar. Nee, het is eigenlijk ook niet mijn favorieten. Maar het is wel, het zijn wel echt mijn kleurtjes. En dat zijn deze. Ik heb van alles drie geverfd. Waarom drie? Er passen drie in mijn bak. In mijn verfbak. Dus... En dat zijn deze. Daar zit wat paarsblauw in, maar ook roos. Ja, ze zijn ook alle drie toch wel een beetje anders. Ik ben nu aan het kijken als ik op camera zie. Wacht, hè, want ik wil eigenlijk de kleur, als ik nu zie. Ja, ik denk dat deze kleur, zeker dat blauw, is wel hoe dat is. Oh, ik hoop dat jullie niet te veel... Ja, ze zijn hier overal een beetje aan het werken. Het is blijkbaar, we werken in ons huisdag. Ja. Anders, ik ga even de ramen dicht doen. Zo, dan is het toch een beetje stiller. Wacht, hè. Ik was eigenlijk de kleuren zo goed mogelijk... Dat vond ik ook wel met foto's trekken. Amai, ik vind dat kei moeilijk om die kleuren goed te krijgen. Nee, niet zo rood, nee. Ik hoor het eigenlijk nog, hè, maar ik heb nu alles dicht, dus ja. Maar dat blauw, ja, zo, ja, dat is hem. Dat zijn ze. Dus dat is de tweede kleur. Dan. Deze heb ik al... soortgelijk geverfd in de winter met sneeuw. En ik wou die een beetje recreaten. En dat is eigenlijk... Wacht, ik zal die er ook bij halen. He, dat is eigenlijk deze streng. Oeh, die wel heel veel op beeld komt. In
het echt is hem eigenlijk helemaal niet zo fel. Is hem veel zachter. Maar ja, hoe... Ja, zwart. Dus deze, die heb ik proberen na te maken, maar dan op... Trouwens, mijn wolletjes zijn Merino 80%. Oh jee, ik weet het weer niet meer. 80% en 20, denk ik. Of 25 en 75, dat kan ook. Maar op mijn website staat dat op ze. En looplengte, ja, voor 100 gram 420 meter, 425 meter, zoiets. En ik heb dan... Dus deze heb ik met sneeuw geverfd en deze heb ik nu proberen te na te maken. En, maar... Ja, dat is wel bizar, want in... Hier lijken die heel erg hetzelfde, maar in het echt is dit veel gedempter. Deze klopt wel. Maar deze is in het echt gedempter, denk ik. En ik heb er ook zo'n drie. Ook drie van deze groene. En die gaan eigenlijk ook sneeuw heten. Die andere groene heet ook sneeuw. Ja, sneeuw en groen past misschien niet zo goed bijeen, maar ja... Voor mij klopt dat wel. Daar zitten ook wat spiekeltjes in. Zoals je hier kunt zien. Heel licht, heel subtiel. Zijn ze wat gespiekeld. Zo. Oké. En dan heb ik... En... Ik... Kun je dat zeggen van uw eigen garen? Hier ben ik zelf iets minder fan van. Maar dat komt gewoon omdat ik van felle kleuren hou. Maar ik wilde ook iets neutraler verven. En ik vind hem eigenlijk keigoed gelukt. Maar ik zou ze zelf niet zo snel kopen. En dat is in het bruin. Ja, zo. Ik heb er hier ook drie van. Daar zitten ook spiekeltjes in. En er zitten spiekeltjes in een beetje geel. Oranje zit er wat bij. En zoals je hier ziet, zie je... De oranje spiekels. En ik heb er hier ook... Ik heb er hier ook drie van. Wacht, hè. Zo. Even laten zien. Ik heb er hier ook drie van. Ja. Zo. En dan degene waar ik eigenlijk het meest trots op ben. Ik moet even graven, want ze liggen een beetje dieper in een bak. Zo, je hebt al een klein beetje gezien. En dat is deze. Echt blauw, 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 blauw. Maar ik heb het een beetje in een fade geverfd, van licht naar donker. Ik zal hem anders even losmaken. Dan kun je het zien. Dat het hier licht is. En als ik dan verder naar beneden ga, is hij veel donkerder. Dus hier donker en licht. Ja, zo zie je het verschil echt wel. En er zitten ook een beetje spiekeltjes in. Natuurlijk, in het licht zijn ze beter zichtbaar dan in het donkere gedeelte. Er zitten er wel in, maar het is natuurlijk iets minder... ik zal nog een string opgerold laten zien. Kijk. Die vind ik echt heel goed gelukt. Heel mooi geworden. Zo. Zo, daarvan heb ik er dus ook drie. Eén rommeltje en twee gewone. Allee, rommeltje. Ik ga die terug oprollen, hè. Zo. En eigenlijk het contrast dat je ziet op het scherm, dat zit ook echt in het garen, hè. Dat zie je ook hier... Tussen die twee stukjes. Ja. Dus ja. Het is, dus dat zijn eigenlijk de vijf kleurtjes. Ik zal ze nog eens laten zien. Naast elkaar. Gaan we dat zo kunnen laten zien? Zo. Er wat door. Kijk eens hier. Dus die kan je binnenkort op mijn webshop zien. Ik hoop
dat dat vandaag of morgen nog gaat lukken. Er staan natuurlijk ook nog helemaal andere wolletjes. Maar je kan ze ook zeker live... Allee, als ze nog niet helemaal verkocht zijn, maar dat denk ik niet. Je kan ze ook zeker live op Marktistiek komen bekijken. 17 september van 10 tot 5 is de markt. Sorry, even een hoest bij. Van 10 tot 5. En het zou heel fijn zijn als ik misschien een aantal mensen zou kunnen bekijken. Allee, kunnen bekijken. Kunnen spreken, bedoel ik. Kunnen bekijken, ja. Kan jullie dan ook bekijken en jullie kunnen mij ook bekijken. Maar jullie kunnen vooral, het is eigenlijk vooral de bedoeling dat je dit hier, dat je dit hier komt bekijken. Deze. En ik heb natuurlijk ook nog andere. Maar die heb ik al wel eens ooit laten zien. Ja. Zo, dat was het wolgedeelte. Dan ga ik nog een beetje vertellen over onze vakanties. Biedt komen er ook nog wel wat beelden. Wij gaan al sinds jaar en dag naar dezelfde camping in de Ardèche. Heel saai. Maar we voelen ons daar goed. Voor mij is dat echt tot rust komen. Batterijken opladen. Er moet niks. Alles kan, alles mag. Nee, niet alles kan en alles mag. Maar toch heel veel. Maar vooral rust en ontspanning. Dus gaan we op uitstap? Goed. Gaan we niet op uitstap? Ook goed, geen probleem. Dit jaar hebben wij eigenlijk niks gedaan, omdat ja, de eerste dagen moet altijd zo'n beetje toch een beetje op je positieve komen. Zo'n beetje. En toen was het eigenlijk wel lekker weer. Was het eigenlijk niet te warm. Maar dan was het eigenlijk echt te warm om veel te doen. Wij kunnen geen een van allemaal goed tegen de warmte. Waarom gaat het dan naar daar, hè? Maar ik heb op zich wel graag warmte, dat je zo niet te veel kleren moet aandoen en zo, vind ik wel aangenaam. En ja, dus ik heb op zich wel graag warmte, maar dit was er net te veel over. Dit was er wel over. En wat we daar hebben, wij stappen echt uit onze caravan het water in. Dus wij zitten heel veel in het water dan, wij zijn wel best waterratten, we zitten graag in het water. Mijn gezinsleden en ik. Ik zwem zelf heel graag. Ik ben niet echt een hele goede zwemmer. Al ben ik wel, samen met mijn dochter kunnen wij van ons gezin wel het beste zwemmen. Nu, met wie waren wij op vakantie? Mijn man, ik, mijn dochter van 14 en mijn zoon van 17. Mijn oudste zoon van 20, die gaat al een tijdje niet meer mee op vakantie, omdat hij zelf in een jeugdvereniging zit en daarmee op kamp gaat. Dus gewoon met ons viertjes, maar we hebben heel hard gelachen, heel veel plezier gehad. Ja, het avontuur van het heenreizen. We zijn aan het rijden en op een gegeven moment, ja, op een tweebaansvak autostrade, is er een camion en die wil wat opzij gaan. Die komt een beetje naar ons toe. En er lag ook een stuk hout op de baan. Ja, en mijn man is over dat stuk hout gereden, maar het was of tegen de camion of over het stuk hout. En hij zei toen al van, oei, ik hoop dat ik geen kapotte band heb. Nu, ja, op een gegeven moment gaf de auto wel alarm, maar dat er iets mis was met de vierbanden. Dus we dachten, oh ja, dat zal misschien toch een foutje zijn. Nu, als we bijna bij ons logeerplek, alleen ons overnachtingsplek waren, bleek toch dat de band een beetje platter stond, hebben we die nog opgepompt. We hadden zo'n fietshandpomp bij, dat lukte daar dus wel mee. Maar 's morgens stond die band helemaal plat en mijn man had zoiets van, ja, ik ga daar echt geen 400 kilometer meer mee rijden. Dus moesten we dat eerst laten repareren. Nu, au fond, was dat eigenlijk nog vrij snel gebeurd en waren we tegen de middag toch wel vertrokken. En waren we tegen een uur of vier, zoiets, op ons bestemming. En dan, dan begint de prit. Want we hebben een klein caravannetje, we hebben een oud caravannetje. Een caravannetje van de mooie leeftijd van 48 jaar. Ja, hij is van, de caravan is van 75. Oh nee, ja, 58 jaar. Doet het nog prima. De deur
begint zo wel een beetje kapot te gaan. Daar is waarschijnlijk wel wat vocht ingeraakt, dus die zwelt ze wat op en dat hout begint wat te desintegreren. Zo. Dus ik denk dat we stilletjes aan, maar mijn man wil er zo niet van horen, maar toch stilletjes aan voor een ander moeten kijken. Maar we zien wel. Op zich sluit het nog goed af. Het is eigenlijk geen probleem. Hij is nog helemaal waterdicht. Dus hij werkt nog perfect. Maar dat zit dus eigenlijk redelijk vol, dat ding. Ik heb ook foto's op Instagram gezet, denk ik, van wat dat er allemaal in zit als wij toekomen. Daar zitten in een hele berg stoelen. Zo van die goede lichtstoelen zitten daarin. Maar ook gewoon stoelen. Campingstoelen. Een voortent. Twee subs. Een tafel, nog een tafel. Een droogrek. Tenten. We hebben nu zo'n shelterkoepel gekocht. Dat zit daar nog in. Dus dat is eerst. Eigenlijk is dat wel grappig, want als we aankomen, dan moet daar eerst alles uit. Een ijskastje staat er. Allee, er is een ingebouwd ijskastje, maar wat is het nadeel aan dat ijskastje? Is dat dat heel veel warmte afgeeft. En dat dat eigenlijk ook, als het echt zo warm is, zoals dat het nu was, dan koelt dat ook te weinig om daar echt dingen goed in te kunnen bewaren. Dus wij gebruiken dat ijskastje niet meer. Waarschijnlijk zal dat nog wel werken, alhoewel dat ik het niet heel goed weet, want we hebben het al heel lang niet meer gebruikt. Maar voor 's nachts is dat eigenlijk niet te doen, omdat het dan heel warm in de caravan blijft. Dus hebben wij een ijskast gekocht, die maar op één manier in en uit de caravan kan, en dat is langs het raam. Ook, dat geldt ook voor de tafel bijvoorbeeld. Dat is onmogelijk om die langs de deur naar buiten te krijgen. We hebben echt zo'n gewone plastieke tuintafel. Dus niet echt een plooitafel of zo. Dus een gewone plastieke tuintafel. Waar wel de poten vanaf kunnen. Hè. Dus ja, dat is wel een puzzel. Ik moet altijd een beetje lachen. Want dat is zo'n mini caravannetje. Ik denk dat hij is 3 meter lang. Hè. Hij is bijna vierkant. 3 meter lang. En wat wij daar dan allemaal uitsleuren, ja, dat is onvoorstelbaar. Wij laten daar ook echt een aantal dingen in. Ons petangballen, onze cup, onze... Allee, zo. Ja, dat sleuren wij niet altijd over en weer mee. Nu hebben we de tenten daar voor de kinderen daar ook in gelaten. En dan moeten... kastjes zitten daar ook nog in, dat is waar. Want ik kook ook niet in de caravan, ik kook in de voortent. Omdat ik ook al die leidingen en zo, ik vertrouw dat ook niet zo goed. Allee, ja. Dus ik kook gewoon buiten in de voortent. Ik heb zo een kastje met zo een driepitsvurken en een gasfles. Ik vind dat meest comfortabel ook. Als het zo warm is, dan is het onder de voortent al warm, maar in de caravan is het vaak nog warmer. En om dan bij meer dan 40 graden in de caravan te staan koken, dat is niet zo aangenaam. Dus dat doen we niet. De kinderen krijgen dan de opdracht. Zetten jullie de tenten op en wij beginnen met de rest. Ik gooi alles uit de caravan. Tafels, kasten, stoelen, alles wat dat erin zit. Voortent, koepel en zo. En zeilen, alles wat je nodig hebt voor te kamperen. Onze caravan blijft daar trouwens ook staan. Je kunt daar eigenlijk niet meer... Allee, ik betrouw dat niet meer om daarmee op de openbare weg te rijden. Dus die blijft ook daar, want anders zou dat natuurlijk ook allemaal niet kunnen. En dan beginnen mijn man en ik met alles opzetten. Maar daar zitten toch wel direct een paar uur, ja, nog een uur of 2, 3 ruim mee zoet, voordat alles goed geïnstalleerd is. Dus als je dat nog allemaal moet doen, dan nadat je bent toegekomen en je bent een beetje moe, dan... daarom dat wij ook in 2 dagen rijden. Je kunt ook niet zomaar aankomen, pootjes opendraaien en in die caravan, dat gaat dus niet. Want die zit dus stampvol. Wat hebben we eigenlijk als uitstapjes gedaan? We zijn een keertje gaan minigolven. Wij houden ook allemaal heel erg van minigolf. En een keer gaan kajakken. Dat was eigenlijk lang geleden. Dus dat was ook wel heel leuk. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de uitstappen die we gedaan hebben.
ik ga hierna... Ik dacht, ik heb niet veel te vertellen, maar uiteindelijk toch nog meer. Ik ga hierna nog een aantal beelden van onze vakantie zetten. Van, eigenlijk vooral van op de camping en een beetje van in de buurt. Eigenlijk, ja, nee, de meeste beelden zijn gewoon op de camping zelf gemaakt. Ja, dus ik zou zeggen, enjoy. En dan is voor mij een beetje terug... ja, een beetje herbeleven. Oh, ik wil nooit naar huis. Als ik daar ben. Ja, dit jaar ging het eigenlijk wel. Omdat ik wist, gaat daar wel heel warm zijn. En ik had toch een beetje zin in iets frisser weer. Maar eigenlijk wil ik nooit naar huis. En als ik hier ben, slaap ik ook altijd echt slecht. Nu, niet dat ik daar zo geweldig heb geslapen, maar hier is het altijd veel te stil. Ik heb last van te weinig geluid rond mij om goed te slapen. Ja. Niet aan te doen. Ik ben daar gewoon graag, daarom dat we ook al jaren naar hetzelfde plekje gaan. Als ik daar kom, dan denk ik, ah, oh, ik ben weer thuis. Ik heb andersom heimwee. Nu, ik ben ook nogal honkvast, dus emigreren naar daar, dat gaat hem ook niet worden. No way. Het zijn gewoon twee plekken waar ik graag ben. En soms zou ik daar wel wat meer willen zijn, maar wie weet, in de toekomst is dat misschien wel mogelijk. Maar dan moeten we eerst een comfortabeler bed in onze caravan hebben. Want we twee slapen op een meter 25. Goh, weet je, als we zo net verliefd waren, dan sliepen we met twee in een enkel bed zonder problemen. Dan hadden we zo een puzzel gevonden hoe dat we konden liggen. Maar als je 25 jaar getrouwd bent... Ja, nee, 25 jaar samen, sorry. Niet 25 jaar getrouwd, 20 jaar getrouwd. Ja, dat is toch niet meer helemaal hetzelfde. Om eerlijk te zijn, dan heb je wel graag je plek in je bed. Maar ja, is wat. Ik ga jullie laten. Geniet nog van de beeldjes die hierna komen, van de filmpjes en de foto's. En tot de volgende keer. Bye.